Er we zijn tijdens het opbouwen, dat is duidelijk, maar is deze ruimte vergeten of is een leftover? Nee, het is eigenlijk een cadeau. Dus hier was een heel nauwe doorgang naar daar, hè, en dus daar was nog een deurtje. En we wisten eigenlijk niet goed wat we hiermee gingen doen. Ik ben hier ook een paar keer met Joël Tuurlings geweest, daar kan ik straks nog iets over vertellen. En ja, we wisten het eigenlijk niet goed. En plots bedachten we, en we waren tegelijk op zoek naar een plaats om een film van Boris Sharmats te tonen. Het is een stomme film, dus je hebt alleen beeld. Het is eigenlijk een verfilming van een voorstelling van, ik denk, bijna 15 jaar geleden. Ers, Une lente introduction. We tonen daar een fragment uit, maar hij heeft dat verfilmd zonder klank om het verschil te maken met de voorstelling. Dus de voorstelling is met klank, de film zonder klank. En plots dacht ik van, maar dit is een goede ruimte. Die zit zo'n beetje apart. Er is hier een soort verstilling. Er is eigenlijk niks. Mm-hmm. En in zo'n lange ruimte krijg je, als je op het einde een beeld hebt, mm-hmm, het is een zeer pakkend beeld, dan werkt dat wel. Omdat het is zo'n vergeten hoek, maar ineens gebeurt er dan iets wat je helemaal niet verwacht. Okay, dat dus dat vond ik een soort cadeau. Ja.